Hi, welkom terug. Ik ben Lisa en hier op het kanaal Boerderijen en Rijtjeshuis groei ik een groot deel van mijn eigen eten. Vervolgens verwerk ik het, zodat ik er het hele jaar plezier van heb. Vandaag ga ik aan jullie laten zien hoe mijn voorraadkast eruit ziet midden in de winter. In de zomer wordt die steeds leger en dan vul ik hem elke keer aan. Ik heb in de lente al eerder een voorraadkastfilmpje gemaakt. Toen was de kast veel leger. Natuurlijk hebben we de hele zomer alles aangevuld. En we eten nu al een tijdje grotendeels uit de voorraadkast. Naast de voorraadkast heb ik ook een vriezer vol met allemaal groenten die we geoogst hebben. En ik heb beneden een kruidenrek staan met al onze kruiden die ik gedroogd heb. Maar vandaag ga ik jullie het verschil laten zien tussen mijn lentevoorraadkast en de voorraadkast midden in de winter. Dus, laten we beginnen. Dit is kippenbouillon met kip erin. Dit gebruik ik om zelf lekker verse kippensoep mee te maken. Het enige wat ik doe is het opwarmen. Ik gooi er wat groenten bij uit mijn vriezer van de zolder. Beetje kruiden. Klaar. Verse kippensoep. Sneller krijg je het niet. Dan daarnaast heb ik kikkererwten. Die heb ik zelf gewekt. Daarnaast staat mijn bouillon. Dan komen we bij de rode afdeling. Tenminste, tot daar. Ook mijn favoriete afdeling, want pasta. Ik ben gek op pasta. En hier staat ook dan een kleine pot van zelfgemaakte pasta, wat ik gedroogd heb. Dus eerst maak ik zelf de pasta. Vervolgens doe ik het drogen. En als het helemaal droog is, bewaar ik het in een pot. Maar dit past er niet meer beneden in mijn voorraadpot. Dus dan bewaar ik het hier tot die beneden wat leger is. Dan heb ik al mijn tomatensauzen. Het is een basis voor heel veel wat wij eten. Bijvoorbeeld Mexicaans of spaghetti of pizza's. Alles wordt gemaakt met onze eigen tomatensaus. En daarnaast staat groene salsa. Als je zelf tomaten groeit, heb je aan het einde van het jaar altijd groene tomaten die niet meer rood worden. En zonde om ze weg te gooien, ook al zijn ze rauw giftig om te eten. Wat ik doe, ik kook ze, want dan wordt het eetbaar. En ik maak er groene salsa van. En dan komen we op de zoete afdeling. Hier heb ik zelf gemaakte appelmoes staan. En dit jaar heb ik voor het eerst allemaal sap leren maken. Dus appelsap heb ik hier staan. En wat is dit? Bramensap. Ook heb ik nog meer bramensap. Meer bramensap. Meer appelsap. Waar staat het? Ook hier. Pruimensap. Ik zou het even schudden. Dit is het eerste jaar dat ik dat heb leren maken. Ik heb nu ook een nieuw apparaat gekregen voor kerst. Dank je mama. En dan kan ik jullie het komende seizoen laten zien hoe ik dit maak. Naast de pruimensap, bramensap en appelsap heb ik ook nog wat stoofperensap. Ook dit zou ik laten zien hoe ik dat zal maken. Daarnaast heb ik een rijtje courgette jam. Courgette ananas jam eigenlijk. Ik heb hier ook een filmpje van gemaakt. En alles waar ik een filmpje over heb gemaakt zal ik hier beneden linken. Dan kan je het opzoeken en dan weet je ook precies het recept en hoe ik het verwerk, zodat het lang houdbaar is. Dus mijn courgette ananasje. Dan heb ik mijn stoofperen. Het ziet er altijd zo vrolijk uit in een pot. En zoals je ziet, ik heb er nog een hoop van over. Want ik had dit jaar een hoop peren om te verwerken. Daarnaast heb ik een combinatie van allemaal verschillende jammen staan. Ik heb aardbeienjam, bramenjam. Wat heb ik nog meer? Pruimenjam. En er is niet heel veel meer van mijn jam over. Dat
Het komt omdat ik vorig jaar van al mijn fruit sappen heb gemaakt. Dus komende jaar zou ik weer meer gaan focussen op de jam. Dan, zoete afdeling gehad. Dan gaan we naar eentje omlaag. Hier zitten we dan op de zure afdeling. Hier staat alle groenten dat ik op het zure heb gezet. Eerst heb ik hier mijn courgette. Vorige voorraadfilmpje had ik aangegeven dat dit niet ons favoriet is. En nogmaals, is het nog steeds niet. Maar ik heb een vriendin die hier gek op is. Dus elke keer als ik haar zie, schuif ik haar een potje toe. Want wij zijn nou eenmaal meer fan van onze augurken. Dan heb ik zure rode bietjes. Groot favoriet hier in huis. Dat eten we bij elke salade. Daarnaast een nieuwe voor dit jaar. Daar heb ik ook een filmpje van gemaakt. Ik zal hem linken beneden. De Piccalilli. Iets nieuws. Ik ben er erg enthousiast over. Vooral de Piccalilli sambal die ik hiermee heb gemaakt. Dat is echt een aanrader. Daarnaast heb ik mijn augurken. En dan heb ik cowboy candy. Oftewel jalapeno's op siroop. Zoet en pittig tegelijkertijd. Heerlijk op je salade, op je tosti, bij je stukjes kaas. Het is echt ontzettend lekker. En dan op het hoekje heb ik mijn zure worteltjes. Dat gooi ik ook erbij in de salade. Daar zijn we alweer bijna. Maar dan komt een van de belangrijkste planken. De planken waar wij bijna voornamelijk op leven. En dat is mijn pittige sausplank. Zoals je dus ziet, ik heb een hoop verschillende soorten pittige sausen. Wij eten in dit huis heel erg pittig. En ik hou van veel verschillende soorten pittige smaken. Hier heb ik bijvoorbeeld een karamel chili. Deze chili zit in een zoete basis. Dus deze is niet per definitie heel erg pittig. En het is ook meer een dipsausje. Over dipsausjes gesproken. Dit is mijn sweet chili dip. Dit gebruik ik voornamelijk voor mijn dumplings en mijn wontons. Daarnaast heb ik een standaard Aziatische sweet chili. Dus met vissaus en een beetje sojasaus. Daarnaast staat mijn beruchte Piccalilli sambal en mijn gewone sambal. Deze is alleen pittig. Deze is niet zoet, deze is alleen pittig. Dus dit gooi ik graag door mijn soepen en mijn gerechten waar ik wat hitte wil toevoegen, maar geen suiker aan wil toevoegen. Daarnaast hebben wij pittige peer. Pittige peer is een chilisaus met daarbij stoofperen. Dus dit is ook weer een zoet en pittige saus. Maar dan niet alleen met suiker, maar met een beetje peersmaak. Dan heb ik hier een chilisaus waar geen suiker aan toegevoegd is. En hij is daarom ook mooi dun, want deze is extreem pittig. Het is fijn als die wat dun is, want dan mengt het wat beter door je eten heen. Ik noem hem Tabasco. Het is niet gemaakt van een Tabasco peper. Maar dat is voor mij om niet per ongeluk deze pot open te maken en denken dat het sweet chili is. Want dat is een groot verschil. En als laatste, mijn sweet chili. Deze gebruiken we echt overal bij. Dit is het meest gebruikte sausje wat wij in huis hebben. En het meest toegankelijk voor heel veel verschillende recepten. En dat was dan weer onze pittige rij. Zo, zoals je ziet, we hebben nog genoeg over waar we de komende tijd lekker van kunnen genieten. Meestal zo rond de lente, begin zomer, beginnen de dingen weer binnen te komen. Wil jij nou meer zien van hoe wij bij een boerderij in een rijtjeshuis onze eigen eten groeien, oogsten, verwerken, zodat we er het hele jaar van kunnen genieten? Abonneer dan op mijn kanaal. En zoals gewoonlijk, tot de volgende!